Maar alleen de Bijbel is de waarheid, lieve mensen. En de Bijbel zal jou vrijzetten, de waarheid zal vrijzetten. Maar ik zal je vertellen dat de enige persoon die je echt kan bevrijden van elke kwelling, van elke pijn, verdriet of trauma, van elke zonde, is de Zoon van God. Zo'n 80.000 feestgangers waren zaterdagavond bij de Johan Cruijff Arena voor het Amsterdam Dance Event. Naast het losgaan op dansmuziek hoorden ze nog wat anders, het evangelie. Studio Christ en Stichting Naarhaus predikten met zo'n 10 evangelisten luid en duidelijk het evangelie aan de grote mensenstroom. Organisator Timothy is overweldigd. Want er waren 3 feesten gaande, niet alleen de arena, maar ook Ziggo Dome. En de Heineken Music Experience. Dus de politie had gezegd dat er in totaal 80.000 mensen in dat gebied waren. En we gingen in het midden staan. En er waren zoveel mensen. En er waren verschillende rijen. En we hebben daar gepredikt. We hebben daar het woord verkondigd. Er waren mensen. We hoefden niet eens te vragen, wil je je leven aan Jezus geven? Zij kwamen gewoon naar ons toe. En zeiden, mogen wij ons leven geven? Mogen wij Jezus leren kennen? Die kwamen gewoon naar ons toe. I pray God that you will reveal yourself in his life in the mighty name of Jesus. And I speak over your soul and over your mind. Joris. Jesus loves you. Thanks. And he has a plan for your life. Om mij te vergeven. Om mij te vergeven. Van al mijn zonden. Van al mijn zonden. Van al mijn zonden. Ik bewust of onbewust gedaan heb. Bewust gedaan. Ik geloof dat u voor mij bent gestorven aan een kruis. U bent gestorven voor mij aan een kruis. En dat u opstond uit de dood. Ik wil u vragen, helemaal zijn vader. Naarmate de avond vorderde, werden mensen steeds opener voor de boodschap van Jezus. Onze mensen waren bezig met het prediken naar de arena toe. Maar de achterkant was de Heineken Music Experience. En op een gegeven moment werd die lijn langer. En zonder maar iets te hoeven zeggen, hè, namen mensen gewoon zelf het initiatief. En we hadden een megafoon bij ons, die we ook op de Gay Pride bij ons hadden. En die gaat zo hard. En die gingen gewoon langs die rijen. Gewoon langs die rijen lopen met die megafoon. Because into his kingdom, we have to become born again. Ze weten niet wat ze hier doen, ze weten niet waar ze heen gaan als ze doodgaan. Ik dank voor de Heer dat gekomen om dat wat verloren is weer terug te brengen bij de Vader. En God wil een relatie met je. En hij is ook jou. Wij prediken door luidsprekers heen, want we willen dat op één moment dat het woord wordt gesproken, door zoveel mogelijk mensen wordt gehoord. En iedereen heeft zijn eigen manier. Maar dit is onze manier. Maar we hebben ook heel veel 1-op-1 evangelisten die er omheen lopen. En mensen die naar ons toe komen. Want er komen altijd mensen, als je het woord van God gaat spreken, komen mensen naar je toe. En die moeten worden opgevangen. En daarom is het ook heel belangrijk dat wij 1-op-1 evangelisten om ons heen hebben. God is overal waar je hem aan moet. Nu oprecht roept en bid tot God, hij hoort jou. In je slaapkamer misschien. Je legt je hoofd neer op de kussen en je zegt, God, waar bent u? God, help mij als ik echt bestaat. Waarom helpt u mij niet? Maar waarom geloof jij niet? Naast het feit dat er veel zaadjes geplant zijn, zijn er ook mensen die voor het eerst hun hart hebben geopend voor Jezus. Hoeveel mensen hadden hun leven aan Jezus gegeven? Zij hier in Amsterdam Zuidoost. En die misschien ook nog. Jezus kwam door de speakers. Oh, ja? 3, 4 met Guido erbij. Wauw. Het is echt dus 9 mensen. Ja. Het is echt een vruchtbare avond.